Team Retail, welkom bij aflevering 56 van de Team Retail Podcast. Ik ben je host, Tim Gielen, oprichter van designstudio Wave of Engagement. Bij Wave bedenken en ontwerpen we de concepten, het interieur en de technologie voor de belevingsruimtes van morgen in retail, showroom en hospitality. In deze podcast gaan we in dialoog met eigenzinnige ondernemers en ondernemingen om met hun verhalen en inzichten andere ondernemers te inspireren en zo samen het verschil te maken. Vandaag aan onze microfoon. Erik Toenhaken, oprichter van circulair modemerk Aarden. Het Nederlandse merk op missie om een systeemsverandering teweeg te brengen in de textielindustrie. Er zijn zoveel aspecten van duurzaamheid. Ja, je kan aan alle knoppen draaien. De uitdaging zit van, ja, maar hoe, hoe, hoe gaan we nou echt die transitie op gang brengen? Deze Nederlandse pionier startte zijn loopbaan als bioloog. Zette vervolgens een zijstap in de financiële wereld om er met succes een opleidings- en detacheringsbureau uit te bouwen. Zijn immense passie voor duurzaamheid en het tegengaan van verspilling brachten hem uiteindelijk naar de mode. De sector waar hij maximale impact zou en zal maken. Wat mij ook al in een eerder leven triggerde, is voor mij respect en eerlijkheid. Mode is voor mij meer de kapstok. Hij keek daarbij zowel naar de markt van de werkkledij als de markt van de geklede mode. Met aarden zet er in op de mooiste maatkledij. Dicht bij huis geproduceerd tegen een eerlijk loon met maximale aandacht voor duurzaamheid in het hele proces. Ik, ik heb besloten, we moeten niet meer het product zelf verduurzamen, maar we moeten de manier waarop we met ons product omgaan en met onze klanten omgaan. Dat moeten we veranderen. Met deze collectie kleedt hij een community van changemakers. De Aardencoöperatie. Op dit moment zijn zo er zo'n 70 veel Nederlandse leden... die 1000 euro instapgeld en dan 50 euro per maand betalen... om deel uit te maken en bij te dragen aan deze systeemsverandering. Van complimenten kan je natuurlijk geen business bouwen. En wat me nu enorm gaat steunen... kijk, ik, ik ben altijd eenling pionier geweest... en nu, nu voel ik mij in één keer gesteund door bijna 70 leden. Een van die changemakers, Aukie Hempenius... het elfde lid van de coöperatie en tevens vriend van de podcast en mezelf... Die sluit vandaag mee aan. We zijn nu met 70 leden. En dat is een groep die een missie voorstaat. waarbij je allemaal voelt als leden dat je iets bijdraagt aan een betere wereld. Auken is op missie om de duurzame transitie in de wereld van golf, food en fashion te versnellen door het samenbrengen van visionaire ondernemers, waarvan hij gelooft dat ze als geheel meer impact kunnen maken dan de som der delen. Zo bracht hij ook mij en Erik samen vandaag om het met zijn woorden te zeggen. 1 en 1, dat is 11. Want door wat je draagt, draag je bij aan echt het intrinsiek verbeteren van de wereld. Erik, Auken, welkom in de podcast. Dankjewel. Hey, heren, fijn uh, dat jullie ja, uit het, uh, mooie, uh, het mooie noorden naar ons zijn afgezakt vandaag. Op een uh, wel bijzonder uh, koude dag. Zo. Uh, slordige min 6, min 7 buiten, maar hier binnen is het gezellig warm. Dus ik ben blij dat jullie er zijn en uh, heb heel veel zin in dit verhaal. Uh, want het heeft me op heel veel gebieden getriggerd. En een van de dingen die mij eigenlijk meteen triggerde, voor we in de coöperatie in aarde duiken. Uh, is als ik je op mij aan het inlezen was? Er uh, zit een modeondernemer voor mij die eigenlijk een bioloog uh, is. Ja, ja. Uh, hoe zit dat juist, Erik? Vertel eens. Ja, ja, waar is het fout gegaan? Dat weet ik niet. <laughs> um, maar ik ben uiteindelijk opgeleid tot leraar biologie. En uh, ik merkte wel dat dat niet helemaal mijn vak was. Je was de hele dag bezig om uh, politieagent te zijn. En, uh, als leerkracht dan? Als ja. leerkracht. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit is het niet. Toen ben ik een tijdje postbode geweest zelfs. Oké. Okay. En uh, ben in de financiële dienstverlening gerold. Daar wordt bankaire opleidingen gedaan. En uh, na, na het opbouwen van een groot detacheringsbureau um, heb ik dat verkocht. En kwam op een gegeven moment een aantal mannen tegen. Die waren gestart met een heel klein, met een idee van, van duurzame maatkleding. En... Um, en eigenlijk triggerde mij de kleding niet. Maar, okay. het, maar wel de duurzaamheid. En dat is. En daar ligt wel die link met die biologie. Uh, dat ik ook zie van ja, hoe leven we nou met allen met elkaar op deze planeet? En hoe gaan we daarmee om? En hoe nutten we die hele planeet uit? En hoe, hoeveel afval creëren we met elkaar? En, uh, dus mode is voor mij meer. Uh, de kapstok, ja, dat is He? wel prettig hè, kapstok en mode. En dan, uh, maar voor mij gaat het erom, wat is, wat is onze boodschap die we willen brengen met, met een eerlijker, duurzamer, respectvolle wereld. Oké, okay. en weet je welk deel van jou of wat precies dan jou triggert aan die duurzaamheid? Dat het, um, dat het jou ik, dermate motiveert om eigenlijk in een sector te stappen die je niet kent... en die je nou, in eerste instantie ook niet echt triggerde? Nou, en, 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 en ook verder van duurzaamheid staat. Dus daar, was, daar is nogal wat, uh, ja. wat te doen. En, um, en wat, mij, wat mij ook al in een eerder uh, leven triggerde... Uh, ook in de detachering, is voor mij respect en eerlijkheid. En, en wat er vooral in de mode gebeurt... is dat we daar vooral ten koste van andere mensen leven. En hoe goedkoper wij inkomen uh, kopen... Uh, hoe meer winst wij aan deze kant maken. Dus ja. eigenlijk zetten wij in, in andere landen waar mensen al sowieso een, een matig of slecht inkomen hebben. of een slecht leven hebben. daar de mensen nog maximaal uitnutten. om hier zo'n groot mogelijke winst te maken. En dat, dat stuit mij gewoon tegen de borst. Daar, ja. daar zit vooral mijn trigger. Ja. En, en dat we uh, met materialen werken. waarvan we zeker weten dat we dat daarna nooit weer kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld. Uh, er, zijn, er zijn zoveel aspecten van duurzaamheid. Ja je kan aan alle knoppen draaien. Mm. En, en uh, ja, de uitdaging zit van ja, maar hoe, hoe, hoe gaan we nou echt die transitie op gang brengen? Dat begrijp ik. En op een bepaald moment ontmoet je die, die, die jongens, die heren die bezig zijn met een, een idee. Ja. Uh, hoe ver was dat idee? Nou, dat, dat, het, 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 vooral ideeën. En ja. uh, uh, de, was, de familie van Geels was toen wel ingestapt. Mm -hmm. Dus het was een bekend pakkermerk in, uh, in Nederland, en ook België wel ook. in, uh, in ja. België. Ja. Ja. En um, ja, zij, zij waren uh, mede-aandeelhouders van, 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 van dat idee. En ze hadden, wat, uh, ze hadden wel wat pakken gemaakt en een uh, en voorraad gehangen. Maar het, het had nog geen richting, het had nog geen vorm. Het... Hm. En het was dan een duurzaam pak, als ik het goed begrijp? Of ja, niet? dat was het eerste klimaatneutrale ja. pak. Okay. Uh, dus CO2-compensatie van schaap tot pak. Okay. En, uh, en eerlijk geproduceerd. En dat was dan in de fabrieken van de familie van Geels. Die ja. staat in... Uh, in Marokko. Okay. En, uh, en, en zo daar is het eigenlijk gestart. En ik moet heel eerlijk zeggen, zo in de jaren 2008, 2009, daar was duurzaamheid nog. Ja, mensen vond het wel interessant. Ja, maar het was ja. meer alsof je een, een rondleiding gaf in de stad, maar jullie drie straten verder voorop. En ja. de groep was er nog niet. En, dat, <laughs> en dan was jij je verhaal aan het vertellen. En dan ja. denk ik, ja, dat heeft verder worden de troepen uit. Ja, eigenlijk. terwijl je nu je kan geen, geen televisiereclame meer zien. Of, of uh, uh, reclame-uiting. Maar het gaat allemaal over duurzaamheid. Wat het net voor een merk als dat van jou uh, uitdagender maakt om, om eruit te springen vandaag. Uh, net omdat iedereen de boodschap uh, ja, claimt, kaapt, uh, mm -hmm. hoe je, hoe je mm -hmm. wil. Ja. ja. ja en en, en dat, dat voorzag ik ook toen wel. Van, ja. hè, we zijn nu pionier. Ik voelde me vaak ook donkerschotten. Dat je eigenlijk ergens alleen voor staat te vechten. En, en, en nu... Mh, nu is iedereen duurzaam. Mm -hmm. En het is voor de consumenten, dat begrijp ik ook heel goed... heel moeilijk om te kunnen doorgronden van... ja, maar wie is nou echt duurzaam en wat is nou eerlijk? En ik hoor ook soms bedrijven met bedrijfskleding... dat ze zeggen, ja, maar hier en hierom zijn we duurzaam. En dan denk ik, nou, dat is in mijn ogen heeft dat niets met duurzaamheid te maken... maar wel met greenwashing. Mm -hmm. Maar goed, je komt er wel mee weg. Je kan als bedrijf wel zeggen, ja, we hebben nu duurzame werkkleding. Mm -hmm. Maar we hebben niks veranderd. Dus het, het gaat veel verder dan alleen maar een onderdeel van je product te veranderen. Maar systeemverandering, ja, dat, dat vraagt om een hele andere aanpak. Oké, okay. want jouw doel is inderdaad, en dat is een van de dingen die me wel triggerden als ik, als ik uh, je website las de van Aarden. Een mooie website overigens, heel compleet, mooi. Um, is dat het, uh, het jou misschien nog, het gaat je ook om de duurzaamheid in de productie. Uh, maar het gaat jou nog veel meer om, om, die, om dat idee van een systeemverandering. Uh, op gang te brengen ja je kan uh, ik, ik ben natuurlijk al dertien jaar hiermee bezig en ik kan kijken van goh kan zou ik nog een knoopje kunnen ontwikkelen wat wat nog weer duurzamer is zou ik nog de voering kunnen doen vanuit een ander materiaal um, dat zal niet de massa raken. dus het, het ik, wat ik veel kreeg is applaus van de vanaf de zijlijn uh -huh. hè, van je bent super bezig ik hoef het niet maar jij bent wel super bezig uh -huh. En, uh, en ik hoef het niet, was dan gebaseerd op, op prijs ja. of, of het zal wel te veel kosten. of Maar ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar goed, uh, dan moet je iedereen individueel overtuigen. Mm -hmm. um, en ja, ik, ik, um, ik, ik heb besloten, we moeten niet meer het product zelf verduurzamen. Maar we moeten de manier waarop we met ons product omgaan en met onze klanten omgaan, dat moeten we veranderen. Oké, okay. en is dat uh, een beetje de, 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 de basisfilosofie achter het merk Aarden? Mm, die, 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 dat zou het kunnen worden. Soms, weet je, soms ga je gewoon in de stroom mee. En, en blijf. Wat, wat mijn basisfilosofie is: blijf innoveren. Blijf zoeken naar nieuwe uitdagingen. Blijf zoeken naar nieuwe wegen. Mm -hmm. En ik heb genoeg uh, momenten gehad. dat ik dacht: jij ja, kap ermee. Uh, het is leuk geweest, maar ik heb er geen zin meer in. En ik sta alweer opnieuw aan de rand van de afgrond. En toch elke keer weer nieuwe uitdagingen vinden, nieuwe, nieuwe kansen zien. Niet alleen om voor te bestaan, maar ook weer meer impact te maken. En als je dat zegt, eh, vaak eh, bijna de hand ook in de ring gegooid, om het zo te zeggen, loop je daar als, eh, want je, bent, eh, je wordt omschreven in de markt ook als een pionier. Um, eh, dus je loopt voor die troepen uit of drie straten, drie straten verder dan de groep die de rondleiding volgt. Um, dat merk je dan ook in, in, in vaak mens, mensen die wel, zoals je het zei, eh, we willen wel, maar ja, toch niet eigenlijk. Mm -hmm. um, <clears throat> Heb je, uh, is het wel een worsteling geweest om te komen tot het punt waar je vandaag staat? Dan voel ik dat zo. Ja, ja, 13 jaar lang. Ja, ja. <laughs> ja dat we. Ja. Nee, we hadden één jaar dat ik dacht: van nou, nu, nu, dit is de ommekeer. Dat was ja. 2019 en we hadden een jaar met, met heel veel klanten. Ik had extra hulp ingeschakeld. Ja. En vervolgens volgt 2020 met corona en je staat er helemaal met lege handen. Ja. Je gaat drie jaar lang echt door, door een hel. Ja. En, uh, en je kan weer opnieuw beginnen. Ja. Dat is uh, het mooie en het niet zo mooie in ondernemen. En ik herinner me ook een ja. moment waarop ik... Uh, ik denk dat dat de eerste keer was, Auker, dat jij mij over Erik vertelde. Dat, dat jullie een gesprek hadden gehad waarin jij aangaf van... Pooh, ja, voorlopig uh, zomer nog. Ja. ja, vorige zomer nog. Dat, volgens mij is dat de eerste keer dat jij mij belde. Uh, 19 juli. Uh, ja, je bent goed in data. <laughs> ja, we hadden een meeting in Hengelo die ik uh, had georganiseerd met uh, 20 kopstukken van de textielindustrie bij Maurice Bijk uh, in zijn amfitheater. En uh, met twintig man. En ik uh, deed de presentatie in de opening. En toen stelde iedereen zich voor. En toen zei Erik van... Uh, ja, zegt, ik weet het niet. Of ik al uh, nog doorga. Of ik ermee stop. En daar schrok ik van. Hm. En uh, na afloop, uh, na het etentje... Toen uh, heb ik Erik even apart ge gebakt. Ik zeg van... Um, kan ik je helpen? Hm. Hij zegt, nou, ik zit met het idee van, van een coöperatie. Ik zeg... Nou, dat is een geweldig idee. 9 juli tot 7 september, volgens mij is dat zes weken. Zowat, ja. Zowat. En toen was er in het Museum van Arnhem een avond met 60 man. Met Jan Rotmans, die volgens mij uit Zeeland kwam. Na een tweede presentatie. Om daar een presentatie te doen. En 35 mensen schreven in. In de coöperatie. In de coöperatie. Ja. In zes weken van denken om te stoppen. Ja. Na een presentatie in het dan Museum in Dan moet ik wel zeggen dat de voorbereiding van, van, van die avond liep al wel. Ja, dat begrijp ik. Maar ik, ik moest het nog wel gaan voelen dat, dat het hè, ik had wel de, de overtuiging dat we doen iets moois maar als ik, als ik na die avond weer met tien mannen overblijf. dat was wel dat was wel voor een mij, kantelpunt het dood was wel een de uh, ik dacht, ik, dood of de dood of gladiolen ja de dood of de gladiolen oh. dat is een Nederlandse uitdrukking nee die denk we niet. Ik. Nee. ken niet oh, nee. leg ja. even uit ja. Ja. nou Volgens mij komt hij uit de Vierdaags van Nijmegen. Dat wanneer je de vier dagen hebt volbracht van 50 kilometer. dat je dan op de Villa Gladiola. Ja. allemaal gladiolen oh, krijgt. Volgens mij komt hij daarvan vandaan. Ja. Het is of de dood, ja. hè, en dan red je het ja. niet. of je, je eigen gladiolen. Ja. Ja. En, en was toen bij jou wel leefde wel de angst van: oké, okay, we gaan dit doen, die voorbereiding is bezig. Het idee van de coöperatie was er dus. Ja. Maar uh, je eigen geloof erin was wankel. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel vaker uh, uh, bijval gehad. Maar het gaat erom dat mensen zeggen, nee, maar ik ga ook meedoen. Ja. En, en, en uh, uh, van complimenten kan je natuurlijk geen business bouwen. Nee. En, en wat me nu uh, enorm gaat steunen. Kijk, ik, ik ben altijd eenling pionier geweest. En nu, nu voel ik mij in één keer gesteund door bijna 70 leden. Ik denk, denk dat het dat, ja. dat goed is dat we dat even vastpakken, die coöperatie. Ja. Maar ook dat we aarde nog een klein beetje meer lading geven, want ja. we zijn we, we hebben dat een klein beetje overgeslagen, denk ik. Ja. Het is een maatkledij. Hè? Ja. Dus dat we even gewoon kort goed aarde neerzetten Precies. en dan die coöperatie pakken. Uh, want dat is een verhaal dat me, ja, zoals ik zei, dat, dat de, de, de vonk was die de podcast heeft uh, doen ontvlammen. Ja. Um, aarde, als je vertelt over aarde tegen vrienden, familie, wat is aarde? Ja, wij, wij maken inderdaad maatkleding voor, voor uh, de zakelijke markt... maar ook vooral in de trouwkledingmarkt. Uh, mm. um, we doen niet maatkleding om alleen maar de top van de markt te bedienen... maar door maatkleding aan te bieden kiezen we er ook voor... om niet standaard, maat, of standaard werk te leveren en mm. ook niet in de massaproductie te zijn. Dus ja. ook het feit dat we met maatwerk werken, uh, made on demand... Uh, is ook een duurzaam aspect. Ja. Geen voorraden, geen dozen schuiven. En in de periode dat ik hiermee begon met deze business... het was in 2010... toen heette het nog Dutch Spirit. Okay. En Dutch Spirit is een, uh, een, een enthousiast woord... en het klinkt heel erg positief. Het is wel erg Nederlands, moet ik zeggen. En, uh, maar dat is aardig ook. Um, maar als je in Engeland uh, zegt, you really got the Dutch spirit, dan zeg je eigenlijk, ja, je hebt wel een, een aardige handelsmentaliteit. Mm -hmm. En dat was precies niet wat we deden. Ja. Uh, we schoven niet meer dozen, we haalden niets uit China, het was niks goedkoop inkopen, uh, duur verkopen. Dus je naam en je belofte lagen melden al dat al. elkaar. Ja, ja. ja. En daar hebben we in 2019 uh, echt uh, energie op gezet van. Hey, hoe, hoe willen wij onze branding doen? Ja. Dat doe jij ook met jouw bedrijf. Ja, hè? Hoe, wat, wat, hoe gaan we de winkel laten zien dat wie we zijn. En, uh, en daar kwam ook uit naar voren: van ja, we moeten echt wel met een nieuwe naam gaan werken. Ja. Er zat ook een bepaalde lading op die oude naam. En uh, het voelde voor mij soms als uh, dat het me terugtrok. En ik moest naar een naam waarvan ik energie kreeg. Ja. En als je aarden splitst, dan is het een aar, een korenaar en een den. En ik als bioloog die twee planten namen. Dat sprak me dan wel weer ja. aan. En het kwam niet van mezelf, maar toen ik het las, toen, toen kreeg ik tranen in mijn ja. ogen. Dat ik dacht van, wauw, ja, maar dit, dit voelt klopt. gewoon goed. Ja, en ik vind aarden ook wel bijzonder mooi persoonlijk. Het is, ja. gr het is gronden, aarden. Ja. Dat is echt, uh, ik vind dat een prachtig woord. aarde. Hè? Dus het, het, ik denk uh, hulde aan wie jou geholpen heeft uh, ja. om, om dat neer te zetten. Ja. En ik denk dat het ook beter past bij uh, mogelijk de periode waarin dat je daar was, van oké, okay, we gaan nu aarden, wie zijn we, wat doen we, en we gaan het doen zoals we het willen doen. Op, Her, ja. Gewoon echt herijken, ja. en als mensen bij ons binnenkomen dan zeg ik ook, je bent hier bij aarden, en dat is ook precies even wat we nu moeten doen. Dus ik werk uitsluitend op afspraak, dus ik, ik blok ook echt tijd vrij, zodat ik voor ieder individueel persoon echte tijd neem, en ja. aandacht heb. Um, en, en door, door, door uh, ja, die persoonlijke benadering ervaren mensen het ook van ja ik ben niet hier om even een pak te kopen. Kleding is echt een wegwerpproduct geworden in de huidige, huidige tijd en zeker hè, in die fast fashion. Dat is gewoon uit het rek trekken, aanpassen. Ja. Zit het een beetje goed, dan nemen we het mee. Gemiddeld wordt in Nederlandse kleding maar zeven keer gedragen en wordt het weer gedumpt. Mm. En, en dan denk ik ja als je iets op maat laat maken waarvan je elk detail van jouw kleding zelf heb uitgezocht, dan draag je je kleding met veel meer mm -hmm. trots en veel meer plezier. En ook veel en veel langer. Dus we moeten ook dat is duurzaam langer met onze spullen doen. Kwaliteit leveren en, en met een goed verhaal en met goed gevoel. Oké, en het is. It is uh, denk ik pakken, maar binnen pakken gaat het ook over het colbert met de jeans ja, en de, ja. het is. Ja, ja, we moeten we moeten juist af van het imago van jij bent een pakkenmerk. want ja. dan denk heel veel mensen ja daar, daar ik draag geen pakken en dat is klaar. Nee, nee dat snap ik heel goed. Hè. En ja. we, we, sta, we zitten hier dus ook vandaag allebei met een, uh, met een colbertje en, uh, en met een mudjeans, ook een duurzame ja. jeans en een maat uh, Nee, we moeten we doen meer dan alleen maar pakken. Ja. Ook een zomerjas en winterjas. Uh, Polo-shirts ja. wil ik er nog ja. bij hebben. En mannen, vrouwen ook, had ik begrepen. Ja, ja. ja. zowel mannen ja. als vrouwen. Heel zeker. Ja. Oké, okay, dat geeft aarden. inderdaad. Dan voelen we u inderdaad ja. wel als een. Een pakken expert die meer naar een uh, lifestyle, een sustainable lifestyle ja, brand ja. Ja, uh, evolueert, uh, denk ik. Dat is goed, en inderdaad, uh, voor wie luistert, die ziet het niet natuurlijk. Uh, maar wie op YouTube kijkt, die kijkt uh, recht in de mooie blauwe ogen van okay. Auke. <laughs> uh, maar vooral op zijn, uh, op zijn jasje, uh, dat, uh, dat ik zelf heel cool vind. Het is met zo'n klein rechtopstand, uh, hoe heet het kraagje? Nehru. Sorry? Nehru. Nehru. N-E-H-R-U. Ja. India. Ja. Mag ik het wel vertellen? Ja, toen maar. Yeah. Uh, ik heb uh, Erik uh, ook al een keer eerder gezien aan hem. En toen maakte ik een afspraak met Erik. En uh, het eerste wat ik zei toen ik binnenkwam... Ik wil absoluut niet wat jij verkoopt. Mm -hmm. en hij keek me daar aan. En uh, toen ging hij door zijn samples heen. En toen had hij een sample hiervan. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik ben een ouder linksbuiten, dus ik hou van anders. Ik zeg, ja, maar dat is geweldig. Dat is een Nehru-color. Mm -hmm. Een Nehru-color, Ze noemen het ook wel een mau kraagje hè? Dat yeah. is... Maar een, uh, ja, iets anders, uh, en uh, waar ik met Erik het vaak over heb... is precies wat jij net uh, aansneed... Uh, is dat Aden echt een, uh, een leefstijlmerk mm -hmm. is. Ik vind het in het Nederlands wel mooi klinken. Mm -hmm. Lifestyle. Leefstijl. Ja. En uh, toen uh, dit, uh, deze stof wordt uh, geweven in Enschede... door de Enschede Textielstad... en ook het overhemd met opstaande kraag... ook die stof komt bij Annemie Koster van de Enschede Textielstad. En uh, toen de jeans erbij... En toen hebben we buiten foto's gemaakt op blote voeten ja. voor mij. En dat is wat uh, voor mij. heeft uh, representeert, ik heb natuurlijk zelf de nodige ervaring in Amerika in de mode. Uh, het is uh, duurzaam, uh, volhoudbaar, zegt de uh, Bijk. Ik vind het zo'n mooi woord. Ik mm. kom uit Zuid-Afrika, volhoudbaar. Uh, en het is veel meer dan alleen pakken. En een, een leuk colbert met een leuke overhemd. leuke jeans, gave schoenen. Uh, ja, dat creëert een heel ander gevoel dan duurzaam en pakken. Mm -hmm. En uh, ik zou zeggen volhoudbare levensstijl of mm -hmm. leefstijl. Mm -hmm. En dan heb je al die variaties, zoals 4 uh, Rebel Socks... Uh, die uh, ook een uh, partner is. Uh, de armbanden, de het horloge. Uh, en Erik is een hele goede curator van, uh, van merken... om heel selectief te zijn en, uh, en duurzaam. En uh, complimenten daarvoor. Ja. Ja, mooie horloge was me ook opgevallen. We gaan uit, uit de details die mensen niet kunnen zien, maar het was me opgevallen. Het is een slow hand. Het is een ja. one hand die ja. eigenlijk de tijd ongeveer aangeeft. Precies. Fantastisch. Ja. Uh, het is al in de details. Uh, maar uh, oprecht, de details in het jasje. Um, mensen, gaan eens op YouTube kijken of uh, volgen ons op de socials. Uh, zijn prachtig. Ik zou het ook uh, zo dragen. Um, ik uh, ben recent in Singapore geweest waar ik een Curbside, een, een, een heel lokaal merkje heb leren kennen. Weet je wel, je bent daar in de stad uh, op zoek naar coole concepten. Je hebt je research gedaan, maar eigenlijk moet je de stad je laten verrassen hè, ook. Dus ik loop door de stad en ik zie zo een, een etalage van misschien 70 centimeter breed. naast een heel lelijk winkeltje met een, een trap naar boven. En in die, in, alleen op die 70 centimeter was het zo'n prachtige outfit gemerchandised. Dat dus ik dacht, ja, hier moet ik wel even naar boven gaan kijken. Ik kom echt werkelijk in de mooiste winkel van Singapore. Waarin, ja, alleen maar toevallig kan vinden. Ja. Mijn een ondernemer, 30 jaar in de media gezeten, volledig uitgeblust, uh, terug, terug naar zijn roots. Wie ben ik, waar hou ik van? Ik hou van vintage, ik hou van Amer Americana, van workwear, ik hou van fashion. Hij heeft een eigen fashionmerk ontwikkeld. En waar kom ik daarop? Omdat de Nehru, Nehru? De, die ronde kraag, ik heb, ik heb mij een hemdje gekocht met zo'n kraag. Uh, toen ook op maat gemaakt, uh, de works, superknap, in alle geval. Een um, lange bocht uh, om te zeggen dat het een, een mooi en inspirerend merk is waarvoor hulde en proficiat. Um, Dank je wel. Waar ik, uh, en waarvan je nu al aan Auken voelt, ja, hij, is, hij is lid van de coöperatie, lid nummer 11. Um, dat dat uh, die beslissing die jij genomen hebt om: oké, okay, ik, ik wil hier niet meer het gevoel hebben dat ik hier alleen in sta. Ik denk dat dat een stukje de, de drijfveer was ja. um, om die coöperatie te starten. Weet je nog waar bij jou het idee vandaan kwam, los daarvan? En vertel me eens, neem eens mee in dat verhaal. Hoe is dat tot stand gekomen? Waar ben je vandaag? Waarom? Um, ja, waar is het? Erg, ergens is het aan uh, ontstaan. Ik was altijd op zoek van hoe kan ik nou um, mensen meer laten zien uh, en meer betrekken. Zonder dat ze uh, alleen maar de hoofdprijs betalen. Mm -hmm. hè? En uh, dat het alleen maar om prijs gaat. Dus ik had alles gedacht van: hé, hey, als ik nou mijn pakken uh, kan verkopen, maar ik, ik lever over hem de tegeninkoopprijs. Wie weet, hè, dat, dat kost me dan niks, maar dan, dan bied je iets aan voor een hele lage prijs. Uh, kan ik er zo mee spelen? Kan ik uh, kijken? Uh, ik keek eens om me heen, maar um, ik werd ook getriggerd door bijvoorbeeld de herenboeren in Nederland. En ik weet niet of die bij jou bekend zijn. Ja. Dat is een principe waarin uh, zo'n 150 tot 200 gezinnen, begeleid door een stichting, een boerderij kopen. De boerderij He? wordt omgeturnd tot een biologische boerderij. En zij eten van de boerderij. Dus uh, de boer kan, en ze nemen de boer in dienst. He. Dus de boer hoeft niet meer te kijken wat zijn de marktprijzen: is, heb ik een goede oogst, slechte oogst? Uh, Biedt Heijn mij nog uh, voldoende geld voor mijn eieren of melk? Nee, die kan gewoon zijn werk doen, zijn hobby uitvoeren, ja, zijn ja. liefde voor, voor het land en voor de dieren. En, uh, en uiteindelijk al die gezinnen komen elke zaterdag hun eten halen bij de boerderij. Het. En Heel betalen kom. per te, per te voeden mond. Nee, dat is een gezin, of het is één persoon, dat maakt niet uit. En toen dacht ik ook, ja, dat gevoel van samen zijn en, en samen delen. En niet ten koste van andere leven, maar dat je. Kijk, als je echt in de basis gelooft, dat je mensen die voor ons produceren. Um, een fair loon betaald. Dus niet een, niet een leefbaar loon, want daar kan je nog steeds niet van leven. Mm -hmm. Maar een fair loon betaald. En waarom moet ik dan nog wel steeds winst maken? He, dan zeg ik nog steeds van ja, maar ik gebruik jullie wel om mezelf zelf vooral er rijker van te worden. Mm -hmm. En natuurlijk snap ik ook wel, ik ben ondernemer en ik mag winst maken en ik, ik investeer ook. En ik, ik wil niet vertellen hoeveel slapeloze nachten ik heb gehad of uh, aan de rand van de afgrond heb gestaan. Dus ik, daar mag ook wel een beloning tegenover staan. Maar als ik vindt dat de mensen die voor mij werken een fair inkomen nodig hebben en zouden moeten verdienen en verdienen, dan zou dat toch voor mij ook moeten gelden. Als je die lijn doortrekt, ja, dan, dan, dan verandert er heel veel. Want dan gaat het hele winstbejag... en het, de, 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 dat gaat daar dan verloren. Mm -hmm. Je kan gewoon zeggen, van, weet je, een fair loon voor mij en al het andere delen met elkaar. Dat is ons succes. En dat betekent dat mijn klanten geen klanten meer zijn, maar leden. Mm -hmm. en, en zelfs mijn, mijn werkgever. Want uh, dankzij hen uh, heb ik gewoon een, straks, uh, wanneer we vanaf 100 leden zijn, ja. een stabiel inkomen. Ja. En, en dan kunnen we gewoon leuke dingen gaan doen. Ja. En alles wat je dan nog meer doet, uh, kan ten gunste zijn van de leden. Kan ten gunste zijn van de omgeving, van, de, van, de, van, de, van goede doelen. Ja. Dus er zijn zoveel uh, opties mogelijk. En daar ga ik gelukkig straks niet mezelf over, daar heb ik straks een bestuur voor, en die beslist. Ja, ja dat, dat is lekker. Ik heb, ik heb een eigen bedrijf en ik geef het eigenlijk ook uit handen de ja. leiding. Aan de bestuur. Oké. Okay. Zodat ik het. Ik vind het heel moeilijk om iets van mezelf te verkopen. Want het is natuurlijk altijd preken voor eigen parochie. Mm -hmm. en, en dan is het van, hé, hey, maar ik ben hier ook maar onderdeel van een grote geheel. Mm -hmm. En dat maakt het wel bijzonder. Dat is een, een, een cool gegeven natuurlijk. Um, en ja, we hebben hier een lid van de coöperatie aan, aan tafel. Dus dat is wel uh, meteen uh, een beetje marktonderzoek <laughs> ter plaatse. Um, ik vind het wel. Uh, het is een heel interessante gedachte. En het voorbeeld van Herenboeren is werkelijk inspirerend, ik ken het niet. Uh, het, is, het is systeemdenken, het is anders denken, ja. omdenken. Um, natuurlijk, het is een, op zich is de coöperatie ja, honderden jaren oud, of het idee van de coöperatie. Uh, um, maar toch is het iets wat. Uh, je hebt nog wel coöperaties in België, maar die, die coöperatiegedachte is wel wat zoek, denk ik, uh, in, in mijn beleving. Uh, terwijl hier um, ja, dat eigenlijk opnieuw geïnstalleerd wordt op een manier dat je samen impact gaat maken. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je dan iemand over de streep krijgt. Uh, omdat ook had mij ook al proberen over de streep te halen meerdere keren. <laughs> uh, en uh, ho hoe je iemand over de streep krijgt om inderdaad uh, die stap te maken. Hè, te, we zeiden het in de intro. Hè, je wordt lid van de coöperatie, dat betekent dat je duizend euro instapt. En dan 50 euro per maand gaat betalen. Wat heeft jou overtuigd, Auken, om daarmee in te stappen? Uh, het allereerste en het meest belangrijke is dat, er, uh, dat alles dicht bij huis blijft. Uh, dat er in Nederland uh, Spinning Jenny in Nijverdal garen spint. Wat zeg je? Spinning Jenny Spinning in Nijverdal. Jenny. Ja. 7000 vierkante meter. Het ja. state-of-the-art machinery. Uh, volledig nieuw opgezet. Um, en die spinnen garen. En SVD-textils dat stoffen weeft met een machine die in België gemaakt is. Okay. De allereerste in de wereld die daar staat. Okay. Um, de innovatie die in Nederland mij doet herinneren aan uh, een heel lang verleden. Toen Nederland bekend stond als uh, de trade, het tweede land van, van de wereld. Mm. Um, en uh, uiteraard, uh, mijn ervaring uh, in Amerika is volledig uh, de andere kant van de mode. Uh, allemaal Italiaans. Prachtig, natuurlijk. Maar wat me hier aanspreekt, is dat door die 1000 euro inleg... en die 50 euro in de maand, ik dan mijn kleding dus aanschaf... voor een inkoopprijs met een minimaal percentage daarbovenop. Mm -hmm. Dus uh, een jasje, uh, Erik, help me even. Wat normaal retailverkoop? Mm, 7,95 of 8,50 inmiddels, deze van jou. Ja. Mm -hmm. ja, en die kost mij nu? Uh, de helft. Mm -hmm. Dus als ik langetermijn ga denken... Mm -hmm. Uh, ik uh, ben natuurlijk uh, best wel een, een close horse, zeggen we in het Engels. Maar uh, laten we de gemiddelde uh, zakenman, ondernemer uh, nemen. die toch vaak een jasje met een overhemd en een jeans draagt. Mm -hmm. Minder vaak een pak. En dan kijken over een jaar uitgaven. dan ga ik mij flink geld besparen. Mm -hmm. Maar wat nog veel belangrijker is. We zijn nu met 70 leden. En dat is een groep die een missie voorstaat. waarbij je. Uh, allemaal voelt als leden dat je iets bijdraagt aan een betere wereld. Mm -hmm. En uh, we hebben 9 februari de eerste, uh, Erik noemt het algemene ledenvergadering. Zo zou ik het niet noemen. Mm -hmm. Maar het is een soort uh, ja, tribe uh, fire. Het oh. is een in, in, in loopmiddag die we organiseren om, om weer eens even met elkaar uh, van gedachten te wisselen. Ja, maar dat is veel, veel meer dan dat. Dat is dus verbinding brengen van die 70 leden. Ja. Uh, die dan waarschijnlijk ook weer wat meer zijn. Uh, en je hebt een, een missie die je samen uitdraagt, die, toe, die bijdraagt aan verbetering. Echt significante verbetering aan hoe wij met kleding omgaan, hoe kleding geproduceerd wordt en hoe kleding geconsumeerd wordt. Mm. En dat geeft een gevoel van, van uh, ja, uh, betrokkenheid, uh, maar ook, uh, ja, ik doe het voor mijn kleinkinderen. Mm. Mooi. Ja, en als je dan inderdaad betrokkenheid heeft, dat is altijd een uh, leuk full circle momentje. Want de, de, uh, het bedrijf hier heet Wave of Engagement. En engagement is letterlijk betrokkenheid. Hè? Dus uh, daar geloof ik ook heilig in. Dus ik, ik denk dat je op iets moois zit. Um, had je zelf... Uh, ja, nee, eigenlijk heb je het antwoord al gegeven. Je had niet verwacht dat het onmiddellijk zou werken, het coöperatieverhaal. Ik, ik, was, ik, ik had eigenlijk een beetje het doel gesteld uh, na de introductieavond toch op 50 leden te mm -hmm. zitten. Ja. Het, het wa waren er 35. Ja. En toen dacht ik wel van. Mm, is het nou genoeg of is het niet genoeg? Ja. Laten we nog even twee maanden kijken. Nou, ja. Toen schoten we gelijk door naar de 50. Ja. Toen hebben we even een poosje gestrukkeld naar de 60. En nu in één keer afgelopen weken en zelfs gisteren nog uh, melden zich mensen aan en ja. zeggen: ja, ik wil deelgenomen uh, ja. uitmaken van, van je coöperatie. Ik heb ons zomaar vertellen dat mensen aan de kersttafel, zoals ook nu heel. Um, vol enthousiasme verteld over jouw verhaal, datzelfde gedaan hebben. Dat dat, uh, ja, uh, ja. ja dat, zo, uh, zo werkt het wel. He? He? Ja, dat klopt. He, is, uh... ja. ja, maar ik had, ik had net zei, Houk heeft me al een paar keer geprobeerd uh, over te halen. Hè, om ook, ook, wat zijn dan. Uh, en en dat, dat is niet een persoonlijke aanvraag. Maar ja? wat, wat zijn voor jou de argumenten om te zeggen... daarom hapert het bij mij? Want dat is ook mijn marktonderzoek. Hè? Van de... Ja, dat is goed. Uh, ik denk het, het eerste is... ik draag weinig jasjes. Dat is een goed begin. Ja? Ja, ik ken de argumenten. Dus, uh, <Heroes> <kleks> dus dat, is een, ja. dat is een heel goed begin. Ja. Uh, en het tweede is... duizend ja, euro is uh, voor, een, uh, voor een jonge ondernemer... Is, is die ja. ook uh, weet wat het is om te worstelen in een onderneming... Uh, is, is een een som geld. Dus ja. daar uh, moet ik over nadenken. Die kan ik... Uh, niet alleen uit sympathie uitgeven. Uh, ik hoop dat er een dag komt dat ik dat wel kan, want dan ja. had ik al drie keer ja gezegd, vermoedelijk. Alleen al uit sympathie voor Auken alleen, misschien om tot bij jou te komen. Mm -hmm. uh, maar vandaag moet ik. Uh, uh, ja, is het een combinatie van wat ik voel, wat Auken zegt. En ik denk dat daar de sleutel zit en die zal je wel een stukje gevonden hebben. Dus de story Stitch, of A Stick, blijft het verhaal plakken bij mij. Voel ik het verhaal echt. En ik ben heel blij dat we elkaar vandaag ontmoeten en leren kennen. En ja, dat ik het verhaal nu mag gaan geloven. Want dat begint het bij... Nou, maar ook mag afpijlen, hè? Bedoel, ja? het, het maar afpellen. maar geloof natuurlijk... ik het verhaal. Dat is, ja, dat, is de eerste, dat is de eerste stap. En ik, ja. uh, we kunnen kijken hoeveel pellen en hoeveel lagen en waar de kern zit. Maar geloof ik, het verhaal is wel stap één. Uh, want dat, ja, als het dat niet is, gaat het nooit worden. Nee. Twee, uh, kan ik het financieel en... Als het financieel kan, uit kan, is het dan een beetje zoals Auken het bekijkt. Ja, Oké, okay, hoe ziet mijn volledige uitgaven in garderobe eruit? En kan ik iets naar voren schuiven? Want dan ja. komt het dan eigenlijk, zoals jij het uh, financieel bekijkt, naartoe. Naar ja. Maar vooral klopt en gelooft dus het verhaal. En ik vind het derde wel heel interessant. Waar ik denk dat je ook wel uh, wat, wat leverage hebt, is eigenlijk dat, zoals ik het in de uh, intro van de podcast omschreef, een community van changemakers, als je echt erin slaagt om... Ik ga ervan uit dat er in de 70 mensen die je vandaag hebt, ongeveer x aantal zit friends, fools en family. Dat bedoel ik positief. Gewoon mm -hmm. mensen die jou mm -hmm. hoe dan ook zouden steunen, ook al start je ja. een tandpasta-fabriek. En dat er, maar dat er ook een deel mensen als Auke bij zitten, die echt uh, in de industrie zitten, die verliefd zijn op uh, textiel en die willen dat die omschakeling komt. Ja. Ja. En dat is een fantastisch mooi netwerk natuurlijk. Dus op ja. het moment dat je zegt van oké, okay, als ik die duizend euro betaal, dan word ik ook deel van dat netwerk. Kan ik andere interessante mensen leren kennen die ook daarmee bezig zijn. Ja, daar zit natuurlijk, dat, dan is duizend euro plots weinig. Begrijp je? Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja. Ja. En die duizend is natuurlijk wel gewoon een bijdrage. Ja, ik zeg ook wel, het is een vorm van crowdfunding. Je ja. krijgt ze ook weer terug als je uitstapt. Als je coöperatie werkt. Ja. Dus dat, dat is het wel het principe. Maar ik, ik, ik begrijp ook je argumenten ja. en die zijn heel legitiem. Natuurlijk ja. is duizend euro is niet niks. In Nederland is het wel zo dat je dat ook zakelijk mag doen. Ja. En ook de 50 euro per maand mag je zakelijk doen. Dus dat hm. maakt het ook weer aftrekbaar. Dat in België eh. ook? Dat zal uh, zeker mogelijk. Ja. Ja, ook ik wel. Ja. Omdat, ja, je kan zeggen, er is er een zakelijk belang. Maar dat is in ieder geval een. Uh, hè, als je duurzame doelstellingen hebt, kan je zeggen. nou, Op deze manier draag ik bij aan het uh, realiseren van mijn duurzame doelstellingen. Ja. Ook al is het in een segment waar ik zelf niet actief ben. Uh, maar iedereen draagt kleding. Ja. En anders blijven we met z'n allen gewoon wel roepen. Het is heel belangrijk, maar we doen niks. Klopt. En uh, op die manier gaan we wel uh, ja. die, die stap zetten. Wat ik ook leuk vind, is dat je, um, dat zei ik op de site, de onderste knop, de oranje knop. Uh, Huh, huh, kijk, huh, je ja. moet, uh, ik heb je... te veel jasjes je je de <tht> dus dat uh, de oranje knoop bij Auken en daar hou ik wel van in um, um, if you know, you know ja. dus um, dat ik uh, want het kan zomaar zijn dat ik morgen lid word van de coöperatie, dat ik de eerste ledenavond, bonfire, uh, inloopmiddag maakt niet uit, mis uh, maar dat ik morgen op een netwerkevent rond sustainability sta met Auken staat te praten en plots die knoop onderaan zien en hij die bij mij ziet en uh, 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 oh. We zijn familie. En, ja. en we zijn vertrokken. Ja. Dat, uh, dat soort symboliek, ja. dat, daar, uh, be Ay, daar ben ik zelf gek op. Daar stoppen ja. onze winkels ook vol, vol van. Ja, Zo'n ja. uh, zo zaken uh, is uh, ook een bewuste keuze geweest. De, ja, dat is ook, ja, hoe hè. maak je aan de buitenkant zichtbaar... Zeg dat je tot ja. een bepaalde groep behoort, en uh, tot een community. Ja. En ik, uh, uh, het moet niet te opzichtig zijn, maar gewoon één knoopje... is voor mij voldoende. En dat is dan dit keer oranje en dat is niet uh, vaderlandsliefde. Uh -huh. maar ik vind het gewoon een frisse kleur op, uh, op uh, heel veel groene en blauwe uh -huh. pakken. En uh, ja, het werkt aanstekelijk, ja. dat, maakt, dat maakt het ook leuk. En, uh, ja, we, hebben het, we hebben het ook wel eens gedaan met een met speciale voering bijvoorbeeld. Uh -huh. met, de, met de Sustainable Development Goals aan uh -huh. de binnenkant. En dan zag je ook wel eens dat mensen elkaar tegenkwamen. En of Vitesse elkaar... uh, Arnhem. Ja, dat klopt. Maar dat kan van elke voetbalclub. Hè. Je, ja. je, je, je clubliefde laat terugkomen in de voering van je, van je jasje. Maar met de Sustainable Development Goals kreeg ik wel eens uh, foto's van mensen toegestuurd dat ze iemand tegenkwamen die ik ook kende. En dat ze elkaar herkenden aan de voering ja. van de stof. Ja, mooi. En, uh, en dat komt ook nog wel weer. Vanuit de coöperatie gaan we ook nog wel weer een nieuwe voering introduceren. Ja. Waarbij je zegt van hé. Hey, dat, dat past bij ons. Ja, als je met hen hebt, hè? Ja, als je met hen hebt zit eraan te komen. Twee okay. nieuwe hennepstoffen. Uh, uh... Wat betekent het nu, uh, Erik, nu dat, uh, de coöperatie uh, uh, is een succes, mogen zeggen. En ze heeft vermoedelijk nog andere doelstellingen. Uh, maar dat creëert jou ja een soort van zielsrust en, en tijd om, om terug te gaan innoveren? Om terug op die. wel op stoffen, ja. productie ja. enzovoort? Ja, nou ja, kijk. Tot nu toe was het altijd aarde één geheel. Nu, en daar had ik ook een abonnementsysteem in. We hebben een, een lease-systeem gehad voor pakken. Dus dat je per maand betaalde. En niet voor het eigendom, maar wel voor het gebruik. Mm -hmm. het dus we hebben dat je uit de financiële wereld komt. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. En, uh, maar het was ook wel weer uh, een signaal van betaal voor gebruik... in plaats van voor het eigendom. Mm -hmm. Dus ik blijf als leverancier verantwoordelijk voor het pak... voor de kwaliteit, ook voor de terugname en voor de recycling. Ja. Yeah. En uh, ja, zo hebben we heel veel wegen gehad om te kijken van ja, hoe komen we nou waar we, waar we zijn moeten ja. en, wat, en wat is de juiste weg. Ja. En wat zijn zo de, de zaken waar je nu mee bezig bent, waarvan je zegt, hey, want je hebt leasing gedaan, je pakt het pak ook terug als ik me niet vergis. Ja. Dus als het ja. op een bepaald moment het terugkomt, dan neem je het ook terug. Ja. Uh, voor een bedrag zelfs denk ik. Of het de eh, mensen krijgen nu weer 100 euro korting op de aanslag ja. van de volgende o, pak. Dat ja. geldt niet binnen de coöperatie, want daar ja. hebben we geen 100 euro nee, over. Goed. Um, maar het, het we hebben zelfs in 2013 al statiegeld op kleding geïnteresseerd. Ja. Dus op heel veel pakken in het land, zijn nog steeds, uh, die lopen nog steeds rond. En ja. er zit 50 euro statiegeld ja. op. En de, de, de in, want ergens voel ik wel dat de uh, bioloog, bedenker, ingenieur... Uh, ik roep wat termen, maar dat er wel iets in jou zit die graag dingen bedenkt. En die graag ja. uh, dingen ontwikkelt. Ja. Uh, met wat type ontwikkelingen ben je dan voor de toekomst? Uh, zit het op je pad? Nou, het, het klinkt gek, maar ik, uh, uh, ik denk dat we de, de eerste jaren de handen vol hebben aan het uitbouwen van de coöperatie. Ja. We zijn er nog niet met 70. We hebben, Heb je een ambitie? Uh, uh, ja, en ik ben altijd meer bescheiden dan Auken. Dus dan vraag straks Auken maar ja. waar de ambities, zijn ja. de ambities liggen. Maar. Um, ja, ik ben, ik ben altijd wel voorzichtig, maar ik zou heel graag een, 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 uh, de groep. We hebben break-even of vanaf 100 leden ja. ongeveer. Dan hebben we bestaansrecht. En dan kan je nog doorgroeien naar 150. Maar dan wordt het als telers best wel je handen vol. Dan zou ik een tweede kring willen starten. Ja. Ik heb altijd gezegd: uh, dat wordt Den Haag, hè, onze regeringsstad. Ja. Een derde eventueel in Amsterdam. Maar het zou ook een derde in Antwerpen kunnen zijn. Ja, of het zou eigenlijk Duitsland kunnen zijn. Lokaal communities gaat bouwen. Als ja, het ja, want we ja. moeten niet allemaal naar Arnhem willen rijden. Ja. Afgelopen zaterdag had ik uh, mensen voor een trouwpak uit Mechelen, uit België. Dus die komen dan wel voor een, uh, voor een vegan trouwpak ja. naar Arnhem rijden. Uh, maar het zou handiger zijn dat ze kunnen zeggen: van... hé, hey, uh, we kunnen ook naar Antwerpen. Okay. een stukje dichterbij. Tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, want nu is jouw. Dit uh, is een winkel, mag ik veronderstellen? Ja, of, ja, ja. Is ja een, een soort atelierachtige atelier, winkel. We zitten uh, niet de, op open een A locatie. Een ja, het is op, enkel op afspraak. Ja, het is, precies. Ja, ja, okay. ja. Ja. Bij een stationnetje vind ik ook belangrijk. Hè. Bereikbaar met openbaar vervoer, niet altijd uh, met okay. de auto voorrijden. Ja. Dus de ambitie is om te zorgen dat die coöperatie staat. Dat dat een bewezen concept is, zou ik maar zeggen. En dat, daar, lijkt het, uh, daar, daar lijkt het wel op te. Ja, het op begin de, uh, is er zeker. Ja, voilà. Ja. Uh, uh, en dan eigenlijk dat herhalen in, in ja, betere bereidbare... Ja, een olievlek over Europa maken. Ja. Het is ook een beetje een tegenbeweging naar alles wat winstgedreven is. Hè. We ja. hebben het altijd in de duurzaamheid ook over waardecreatie. Hm. Maar hoe doe je dat nou? En, en, en terwijl onze hele economie, en als je wil financieren, alles draait om omzet, winst, marges, noem mm -hmm. het allemaal maar op. Mm -hmm. En dan denk ik, nou, als we dan een, niet een... een bedrijven hebben wat veel financiering nodig heeft, maar vanuit eigen vermogen kan handelen mm -hmm. en kan groeien. Doordat we samenwerken, ja, dan, gaan, dan zetten we het op een hele andere manier neer. En dan gaat het echt om waarde. Mm -hmm. um, ik, ik hoorde jou heel even vegan pak, dus, uh, zo random <laughs> droppen tussen, ja. tussen ja. jouw uitleg. Uh, uh, een volledig plantaardig pak dan? Klopt, klopt. Ja, mensen ja. Ja, ja, zeggen altijd van ja, maar hoezo, wat is het dan? Hoe, wat is er voor dierlijks aan de pak? Ja. Nou, om te beginnen de wol. Ja. De meeste maatpakken worden nog steeds wel van wol gemaakt. Mm -hmm. Omdat het een heel fijn materiaal is. Dan hoef je geen schaap te slachten om wol te krijgen. Mm -hmm. Maar toch worden de schapen wel gehouden als productiefactor voor, mm -hmm. voor de wolindustrie. Mm -hmm. En uh, een schaap uh, zou normaal gesproken tien jaar oud kunnen worden. Mm -hmm. in, wanneer het in, in rust mag leven. Uh, als, als productieschaap heeft het een levensduur van twee jaar. En wordt het alsnog uh, zo snel mogelijk geslacht mm -hmm. of... Uh, 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 weet ik veel. Ja. Ja. Ja, en, ja. En dus voor een vegan is, is het feit dat het wol is, is, niet voldoende om te zeggen: Nou, dat vind ik prima. Dus uh, dan betekent dat je ook uit alle binnenwerk van een pak, waar uh, in, in de borst ook paardenhaar of kamelenhaar wordt verwerkt, waar in de schoudervulling ook wol zit, waar de buitenstof wol is. Ja, dat moet allemaal worden vervangen okay. en voor alternatieve stoffen. En dan heb je een koppel uit Antwerpen-Arnhem. Antwerpen, Hoe ver is dat? Ik heb je niet uh, de... Mechelen was het. Uh, ik, ik ja, dat weet ik niet. 200, 200 kilometer. Ja. 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 Die naar jou komen rijden voor een. Ja. En is dat dan specifiek voor een vegan pak? Ja, ja. Hij ging trouwen en hij had zijn zus bij zich. En ze maakten daar een weekendje Arnhem van. Ja. Maar ze komen over zes weken weer terug om te passen. Ja. Om te kijken ja. of het goed is. Ja. En is dat dan uh, omdat ze op jou gebotst zijn willen van het vegan verhaal? Ja. 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 Ja, die, zij zoeken bewust op, op vegan en pakken. Ja. En zij volgden toevallig ook degene die als eerste vroeg om met vegan pakken. Dus ja. is uh, Dennis Vink. Die heeft uh, een enorme groep met uh, volgers in Nederland. Okay. Hij heet Plant-Based Dennis. En. Uh, hij kwam met de vraag van, joh Erik, ik, ja, duurzaam mooi, maar ik wil vegan. Heb je dat? Ja. Toen zei ik, ja, dat staat altijd nog wel op mijn verlanglijstje. Ja, ik ga maar doen. het zijn altijd individuele vragen en het kost me best tijd en energie. Tuurlijk. En uh, hij zegt, ja, maar ik ga wel reclame voor je maken. Mm -hmm. En uh, hij zat toen volgens mij op 10.000 volgers, inmiddels op 30.000 volgers. Mm -hmm. Dus het, het is ook reclame die hij hmm. maakt, automatisch al. Omdat hij positief praat over ons verhaal. Ja en dan maar een geloofwaardige ambassadeur ja. is voor ja. zo'n verhaal. Natuurlijk. Kijk, en het is niet zo dat wanneer hij erover post, dat morgen iedereen zegt van nou nee, nu kom ik je... een viking pak kopen. Ja. Als je hem niet nodig hebt, heb je hem niet nodig. Ja. Daar staat voorop. Maar ook deze, deze jongeman. Ja, dacht. Ja, nu ga ik trouwen. Nu ja. wil ik wel een mooi pak. En het moet bij, me, het moet bij mij passen. Ja. En dat is het mooie. De jongere generatie kiest veel meer vanuit die intrinsieke motivatie van, ja. hé, hey, ik heb me ingelezen, net als jij voor ja. vandaag. Maar ze hebben, meestal komen ze bij me en dan hebben ze de site al gezien. Uh, ze, hebben, ze kennen het achtergrondverhaal. Ja. En het is niet meer de vraag of ze dan nog een pak kopen. Nee, ze hebben een afspraak gemaakt, ja. want ze kopen een pak. Dat klopt, het is, van zodra het een weloverwogen emotionele keuze wordt, dan... dan zijn al die zaken plots wel belangrijk. Ja. En dan mag er wel tijd geïnvesteerd ja. worden. Enzovoort. Ja. Dat is uh, zeker wat we, uh, we ook merken. Um, maar ook dat weer. Hè. Je zegt van oké, okay, ja, die vraag komt er. Dan moet je daar ook maar mee aan de slag. Het um, heeft ongeveer vier maanden geduurd. Ja. En toen uh, hadden we het eerste vegan pak. En daar, uh, ja. Ja, daar was hij zo blij mee. En dat is misschien wel interessant. Omdat dieper op in te zoomen in het algemeen, denk ik. Hè? Want je hebt uh, de, de zoektocht naar hoe gaan we dat dan zo duurzaam mogelijk produceren. Ik hoorde net ook uh, vertellen dat uh, de garen in uh, Nederland uh, van, van zijn jasje gesponnen is. En de stof geweven. En de stof geweven, kijk. <laughs> voilà. Spinnen en weven. Um, hoe, want jij, zoals je in het begin aangaf, je loopt al 10, 13 jaar mee in de, in de duurzame textielindustrie, probeert daar vooruit te lopen. Als je even zo'n snapshot neemt, de dag dat je begon en vandaag, welke evoluties zijn er gebeurd om lokaal dingen te kunnen gaan produceren? was best nog lastig ja? moet ik zeggen ja Dan, dankzij dankzij de start van van Anamieke met NsGd Textielstad wat is ja, wat is Enschede Textielstad dat dat is de bedrijfsnaam dat is dus een ja? zij heeft een eigen weverij ja? en um, ja dat was voor mij wel de trigger om te zeggen van hey ze gebruikt gerecyclede garen. ze uh, ze weft notenbenen in uh, in in de regio mm -hmm. Dus he, daar wil ik wel een jasje van maken. Ja. Kijk, als iemand iets nieuws heeft... Uh, de, de laatste tijd horen we het vaak iets over mycelium. Hè, dus het uh, dus, uh, is van, ja. vanuit de schimmels om daar stoffen van te maken. Ja, stuur mij alsjeblieft twee meter van die stof... en ik maak er een prachtig jasje van. Ja. He, dat, dat draagt bij aan, de, aan, de, uh, aan onze kijk op de wereld... en de nieuwe materialen en alles wat mogelijk is. En ik, het, het is natuurlijk altijd wel zo... ik zit aan het eind van de keten. Ik, ja. ik, ik maak het eindproduct. Ja. En, uh, maar... Daarvoor zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen. En ik kan ze niet allemaal in gang zetten. Ik kan ze alleen maar belonen voor het feit dat er nieuwe dingen komen die ik dan vervolgens ga afnemen. Mm -hmm. dat, dat is mijn kracht. En die mm -hmm. kracht heeft de consument ook. De consument staat nog verder aan het eind van de keten. En kan door zijn eigen inkoopgedrag bepalen van waar gaan winkeliers op aan. Mm -hmm. of, of hoe gaan we die verandering in gang zetten. En als je dan heel Eerlijk? bewust zoekt naar duurzaamheid, ja, dan is de keuze nog beperkt. Nou, dan is het aan de winkeliers om te zorgen dat ze daar. Verandering inbrengen. Dat begrijp ik. Wat vroeg je Elke? Uh, 20 februari, dan ben ik de gast bij Jolene Jolink uh -huh. in Welsum uh -huh. in Overijssel. En zij gaat de eerste persoon worden in Nederland die verticaal gaat produceren. Oké. Okay. Zij heeft dus een uh, stuk grond, en een boerderij gekocht en zij gaat dat vlas verbouwen. Uh -huh. Zij heeft een atelier in Rotterdam en gaat dus ter plekke oogsten, bewerken en confectioneren. Ja. Dus van grond, van land tot eindproduct, ja. verticaal. Zij is de allereerste ja. in Nederland. Ja, dat zijn, uh, dat zijn lovenswaardige initiatieven, denk ik. Dat is natuurlijk heel, heel. Uh, ik, wil, ik wil niet maar zeggen, het is lastig te schalen, laat ons dat, dat voorop stellen. Um, uh, maar wel uh, waanzin dat het gebeurt en ook mooi dat het aandacht krijgt. Dus uh, fijn, fijn dat je het vernoemt. Um, je gaf net aan van ja, lokaal productie is toch wel lastig. W wat is net het lastige? W want we horen net twee prachtige initiatieven, maar ja, nou ja, het heeft natuurlijk heel veel met prijs te maken. Dus, dus ik krijg vaker de, de vraag: wij produceren nu met name in Tsjechië mm -hmm. en nog een deel in Marokko. Um, de vraag komt altijd van waarom wordt het niet in Nederland geproduceerd? Mm -hmm. en uh, Daarnaast vindt men de prijs nu al uh, pittig. Mm -hmm. en, en als je het dan ook nog in Nederland gaat doen, ja, dan wordt de prijs nog pittiger. Mm -hmm. Om niet te zeggen, nog, nog weet ik hoeveel procent te hoger. Ja. En dat soort, dat soort mm, ja, massa-werk. Ja, het, het, het is natuurlijk onderdeel van een, van een grotere fabriek die voor ons produceren. Dat soort precisiewerk hebben we helemaal niet meer in Nederland. Mm -hmm. He, we hebben geen heb je voor... over het echt over, over het stel. Confectie. Confectie ja, van de kleding. Ja. ja, ja. 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 Want ja, als jij zegt, ik heb een stuk stof die ik dan kan kopen uit Nederland, die Nederland geweven is, dan moet die alsnog wel naar, ja. Ja. naar Marokko om daar ge geconfectioneerd te worden. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en, dat, en, en weet je, dat is, dat is wel zoals we nu leven. Dat is, uh, uh, natuurlijk zouden we dat op de locatie zelf willen doen, ja. maar, maar dat is niet reëel. Het, ja. ik, ik heb ooit eens gehoord dat een spijkerbroek hoeveel keer de wereld rondgaat voordat hij wordt gedragen, qua transporten. Ja. En, uh, en dat heeft onze stof gelukkig niet. He, dat is veel beperkter. Maar ja, je ontkomt er bijna niet aan. En daarom zeg ik ook vaak: hè, we zijn niet perfect. We doen alleen, we proberen elke keer weer te kijken waar kunnen we de processen kunnen verbeteren. Mm -hmm. ja. en, uh, en productie in Marokko en Tsjechië is op dit moment voor ons het best haalbare. Ja. Daarmee kiezen we niet voor verre landen. Dan kiezen we niet voor de laagste prijs. Mm. Maar kiezen we voor, voor dicht bij huis en, en eerlijk geproduceerd en eerlijk betaald. Hoe zie je die hele. Uh, hoe noemen ze het? Uh, nearshoring, denk ik. Hoe zie je die hele evolutie dat, dat die productie alsmaar dichter komt? Ik was toevallig uh, vorige week, vorige week um, bij een retailer, um, De Goudenschaar in Tienen. Prachtige zaak. Uh, 100 jaar oude ja. zaak. Voel je ook een beetje als je er binnen staat. Ja. Uh, bijzonder bevlogen uh, uh, ondernemer, uh, 10, 13 jaar geleden, als ik me goed herinner, overgenomen, komt uit het bankeren, was een bankdirecteur. Uh, in de mode gerold, uh, vanuit een opportuniteit, uh, de zaak overgenomen, doet het nu. En ik was met hem uh, in gesprek over uh, hoe hij zijn collectie cureert en welke keuzes hij maakt en, enzovoort. En hij zei wel, ja, kijk, uh, bestaande merken, dat zijn relaties die er zijn en, en die we hebben, maar nieuwe merken. Die selecteer ik alleen nog maar als ik weet dat ze in Europa geproduceerd zijn. Hij had er een, een, een heel interessante discussie over geopolitiek. Daar wil ik niet al te diep in duiken. Maar zijn persoonlijke visie was wel: het moet dichtbij zijn. En merken die, men niet kunnen, die dat niet kunnen vertellen, die krijgen geen kans meer bij mij. En toen vroeg ik aan hem, dat is wel interessant. Uh, vind je klanten dat ook belangrijk? En Conclusie was ongeveer nog niet. <laughs> <laughs> maar ik vind het ja, belangrijk dat, ja, ik, hen, dat ja, ik hen opvoed en dat ja. ik het vertel. Ik, vond dat wel mooi. Ja, ik, ik ben wel van het uh, uh, realistisch idealisme. Dus we kunnen wel een ideaal hebben. Als we alleen maar idealen hebben, kunnen we nooit starten. Dus het moet ook realistisch zijn. En ik denk dat wij dat regionale werken, dat we onszelf als Nederland het. En ook, ook in België onszelf het heel moeilijk maken, want onze regio is gewoon heel klein. Mm -hmm. En ik denk dat, dat je eerder kan zeggen van dat west Europa onze regio is. Mm -hmm. he, dat is nog steeds. Als je in Amerika zou, zou werken, dan is alles binnen Amerika. Ja, dat is veel groter dan Europa. Mm -hmm. En hier splitsen we het in zulke kleine stukjes op. En je ziet zelfs dat binnen Nederland weer he, uh, Friesland circulair. He, dat is dan weer een regio binnen onze regio Nederland. Wat eigenlijk ook nog maar weer binnen een regio is van West-Europa. Dus voor. Voor, ook voor recycleprocessen heb je volume nodig. Mm -hmm. Dat moet je niet heel klein maken, dat moet je breder trekken. En uh, uiteindelijk is de meeste consumptie van kleding is in West-Europa. Nou, dan moeten we daar ook onze recycleprocessen op inrichten. Mm -hmm. maar, maar, maar gaat niet weer te veel fragmenteren, want dan, dan is er geen haalbaar model en schaalbaar model. Ja. Dus je zegt dat er op Europees niveau. Zeg je dan dat er op Europees niveau meer structurele samenwerkingen moeten komen om ja, dat haalbaar ja, te maken? Internationaal, erbij? Ja, ja, dat hebben we ook gedaan met ons, de ontwikkeling van onze circulaire werkkledingstoffen en, en, en de kleding zelf. Uh, dat is met, een, met een, een Zwitsers bedrijf, een Duits bedrijf, een Belgisch bedrijf, en een Nederlands bedrijf. Ja. Dus dat, is, dat zijn dan... vier landen die samenwerken. Middelen, RD, zaken ja. gebundeld hebben tot, ja. tot één venture. Om ja, doen. in feite hebben wij een. De circulaire economie is eigenlijk een taart. En we hebben die in zes punten verdeeld. Of sorry, in acht punten verdeeld ja. voor de, voor de werkkleding. Ja, en, en elk bedrijf zit op één van die taartpunten. Ja. En dat is internationaal, omdat Nederland daar ook te klein voor is. Okay. En het is mooier om, de, om van iedereen de kracht te gebruiken en om, om de duurzaamste keuze te maken. En die mogen ook over gren, uh, landsgrenzen heen gezocht worden. Tuurlijk wel. Tuurlijk ja, wel. ja het hoeft Graag zelfs. nationalistisch, protectionistisch nee, is ook nee. helemaal niet het idee. Hè? Het is gewoon nee, minder impact op ja. de planeet. Uh, ja. dat, dat begrijp ik wel. Uh, wat is jouw kijk, ook uh, op, op het uh, dichterbij komen van, van de hele productie, of jouw visie? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is heel interessant. Uh, ik heb uh, daar met Dirk Mulder, die jij misschien weer kent is, uh, ook een ja. uitgebreide discussie over gehad. Dirk Mulder, de, de man die op LinkedIn heel actief, ja, heel actief is rond actief. retail. Ja. En um, ik zie uh, een nieuwe term aankomen, continentalizing. Oké. Okay. En het is dus dat een continent eigenlijk volledig self-sufficient is. Uh -huh. En dat wil zeggen dus dat uh, ook die Amerikaanse techbedrijven, die zie ik in de toekomst, ook een Europese tak hebben. Die mm. dus volledig uit Europa komt. Wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, confectie... Ik heb heel veel ervaring met Italiaanse confectie. En Kiton in Napels is mm -hmm. de allerbeste in de hele wereld. Ik ben in die fabriek geweest, dat atelier. En dat is zeven generaties van vakmanschap. Wij zullen in Nederland nooit. Confectie op dat niveau kunnen doen? Never. Wat we wel kunnen doen, is stoffen verbouwen, garen spinnen en stoffen weven en dan zo dicht mogelijk bij huis confectioneren. Ja. Want confectioneren, en Gent is nog een klein beetje een voorbeeld met ja. een stukje textielgeschiedenis, uh, maar je moet dat wiel niet opnieuw willen uitvinden. Want dat heeft zoveel vakmanschap in zich en zoveel overdracht van generatie en kennis, ja. dat ga je niet halen. Mm -hmm. Maar wat je wel kunt doen, is in Nederland verbouwen, spinnen en weven. En dan dichtbij, Tsjechië. Uh, dus ook, ook in België is er nog wel wat confectie. Mm -hmm. uh, en uh, dan dat zo veel mogelijk opschalen. Als die stoffenproductie terugkomt, in Twente, wat onze regio is, waar dus heel veel textiel uh, geschiedenis is voor 1960, en heel succesvol, uh, dan kunnen we dus die Nederlandse textielproductie terugbrengen... wat weer eigenlijk een hele nieuwe economie creëert. En daar is eigenlijk... Uh, Paul de Gerritsen van Spinning Jenny... en Annemieke Koster... Ja, die zijn daar uh, aan het pionieren. En dat is geweldig om te zien. En uh, daar draagt natuurlijk uh, Erik... met zijn stoffen uh, aan bij. En uh, dan als lid van de coöperatie... dan draag je dat. En uh, dan, dan schaf je dat aan. En dat geeft je een ontzettend goed gevoel. Mm -hmm. Want door wat je draagt, draag je bij aan echt het intrinsiek verbeteren van de wereld. En dat is precies hetzelfde met herenboeren. Uh, ik ben, zoals je weet, uh, uh, werkzaam op een magische plek. Die ook dat gebeuren in een coöperatie neer gaat zetten. Met allemaal verschillende ondernemers. Hm. En dat is wel de toekomst waar we naartoe gaan. Uh, krachten bundelen, kennis delen en output vermenigvuldigen. Hm. Heel mooi. Ja, en het gedachtegoed van bijvoorbeeld de herenboeren. Er zijn. Je, je ziet ook dat de, de coöperatiegedachte dat het enorm aanspreekt. Er zijn nu al twintig herenboerderijen in Nederland en er zijn er vijftien in oprichting. Mm -hmm. ja, met twintig herenboeren eh, praat je al over vierduizend gezinnen die op die manier consumeren. En deelgenoot zijn van, van een eigen boerderij. En dat gaat doorlopen naar zevenduizend gezinnen. En dat, dat heeft echt impact. En dat. Dat moet ook winkeliers op een gegeven moment achter de oren laten krabben. En ook de Albert Heijns van deze wereld. Van ja, we kunnen wel uh, de boeren onder druk zetten om zo goedkoop mogelijk in te kopen. Maar de consument kiest voor wat anders. Die kiest voor eerlijkheid. Uh -huh. en, en, en dat is een begin van een verandering. Wij hebben een boerderijwinkel. In Watser Gaas is dan 70 vierkante meter drie weken geleden geopend. Je wilt niet weten wat daar gebeurt. Uh -huh. En mensen die daar komen en die zeggen: wij steunen dit. Uh -huh. Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is ontzettend mooi om te zien en daar een deel van uit te maken. En eigenlijk is de eerste kledingcoöperatie eigenlijk precies hetzelfde um, principe. En ik wil graag even Jan Rotmans hierin inbrengen, want hij heeft het zo mooi verwoord. Hij zegt: de onderstroom is altijd stil. De bovenstroom die schreeuwt altijd. Maar er komt een tijd dat de onderstroom het kantelpunt gaat vinden en dan de bovenstroom wordt. En dat is waar ik zie wat Erik nu meemaakt. Van 70 richting 100. En ik ga die ambitie wel even uitspreken. Die wil oh, ja, ik die wel even je ja. <laughs> ja, ja, <ja>, ja, ja <laughs> sprong er wel overheen, maar... Uh, you don't get away with that, you know that, right? Elf jaar, elf coöperaties van 200 leden. En dat is mijn ambitie voor, voor Erik. Hmm. En uh, uh, met mijn netwerk, wat heel waardevol is... Uh, uh, help ik me daar graag mee. Dat is mooi. En ook met... Uh... Deze podcast helpen wij daar graag mee. Precies. Um, uh, Erik, een vraagje. Um, jou, um, je hebt, het is Alles is maatwerk, dus er is vandaag één winkel of één atelier waar mensen terecht kunnen. Um, het, ja, dan is de vraag overbodig. Ik was even een vraag of dat je ook in retail actief bent, maar dat is dan niet het geval natuurlijk. Nee, uh, Logischerwijs, nee. wat ook niet klopt in dit uh, model. Nee, het ja. past niet bij, ja. binnen ja. wie we ja. zijn. Ja. En uh, wat, wat we kunnen doen is wel de, de winkel weer dichter bij de mensen brengen. En dat Tuurlijk. hebben we ook. Ook voor corona hebben we dat wel gedaan. Eén dag in de week zat ik wel uh, of in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Oh. Dus ik, we maakten oh. wel onze ronde door het land. Inmiddels kunnen we gelukkig zeggen van, nou we zitten in Arnhem en kom lekker bij ons, want dit is uiteindelijk veel handiger. Ik, uh, dat denk ik ook dat ik iedereen uh, warm wil aanraden, maak er een weekendje van, zoals de mensen uit Mechelen dat ja. goed gedaan ja. uh, voor een veganpak, een tof colbert met een Nero kraag. Kijk, we hebben weer wat bijgeleerd, zoals elke podcast opnieuw. Uh, in een uh, prachtig uh, in Nederland geweven stof. Door Jenny Spins, als ik het goed heb. Spinning Jenny? Sp spinning Jenny, maar ze sp Jenny en Spins al. Ja, ja. <laughs> Jenny <laughs> Spins uh. ook. Ja. <laughs> uh, en uh, ja, gaan we gaan vooral dit verhaal verder onderzoeken, ontdekken. En uh, als jij een ondernemer of consument bent die uh, het, uh, ook die systeemsverandering mee wil aanjagen uh, en uh, het niet uh, te al te erg vindt om een stukje vooruit te investeren in je garderobe, dan uh, zou ik vooral zeggen, ga Erik vooral uh, helpen in zijn missie. En uh, ik ga er uh, bij deze nog eens heel diep over nadenken. Maar ik ben een stapje dichter bij, <laughs> dichter bij de beslissing, denk ik. <laughs> Erik, Dank je wel. dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Voor de gedaan. komst. Heel veel plezier. Ook voor je uh, uitnodiging. Okay. Dankjewel voor uh, je waardevolle assistentie en bijdrage. Heel uh, graag gedaan. Uh, uh, aan de podcast en uh, beste luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. Dit was maar alweer. Tot een volgende keer. Tot een volgende Team Retail. Team Retail. Naar goede gewoonte geef ik jullie weer de takeaways uit dit gesprek mee. Om te beginnen, pionieren, dat kan best eenzaam zijn. Dat is mij echt wel opgevallen. Toen Erik zijn verhaal vertelde en over de, de lange strijd die hij eigenlijk al vo voert om de sector te verduurzamen en de keren dat hij gedacht heeft, dan opgeven. Ja, het is niet eenvoudig om een sector te proberen veranderen en al zeker niet op je eentje. En het is moeilijk vol te houden ook. Hij heeft ook duidelijk aangegeven dat het financieel een paar keer heel lastig is geweest. En dan ben ik wel best geïnspireerd. Door uh, ja, hoe hij nu met die coöperatie een community vormt van echt mensen die mee investeren, maar ook echt geïnvesteerd zijn in het merk. Dat inspireerde me werkelijk. Je merkte het ook aan Auke. Hij is uh, mee ingestapt in die community, mee ingestapt in de coöperatie. Hij heeft, een, uh, heeft wat geld ingelegd, hij betaalt maandelijks. Als return heeft hij een leuk en mooi pak met de, met de rooiekraag in zijn geval. Maar vooral, hij is echt een ambassadeur geworden. En uh, dan merk je dat Erik met zijn 70 coöperatieven. Leden, als zij allemaal even bevlogen zijn als Auke, okay, ja, lang niet meer alleen staat. Nee, ze staan met velen voor hetzelfde verhaal nu. Dus ja, die boodschap die krijgt tractie, die, krijgt, die wordt verder verspreid en ook tegelijkertijd creëert hij een onderstroom aan financiën die ervoor zorgen dat hij uit die financiële zorgen blijft. Ik vind het mooi, het is uh, samenwerken, het is elkaar helpen, het is elkaar vooruit helpen en zo uh, die transitie naar duurzaamheid versnellen. Nu, die transitie naar duurzaamheid, Erik noemde het duurzame realisme, dat is en blijft een moeilijke opdracht. We hebben het uh, wel meer podcasts aan gewijd. Er zijn zoveel verschillende stappen in de keten die uh, moeten opgelost worden. En ja, bepaalde ambachten hebben we hier zelfs niet meer moeten we daarvoor naar het buitenland. En toch uh, merk je ja, in uh, Nederland gesponnen garen, in Nederland geweven stof. Uh, beetje bij beetje komen die stappen uit dat proces dichterbij en wordt er geïnnoveerd in duurzaamheid. En als jij nu luistert en je bent zelf ook bezig met innovatie in de textielindustrie, in duurzaamheid in het bijzonder, en je denkt: ik heb hier een oplossing, een product, een dienst waar ik Erik uh, ja, mee kan helpen om zijn verhaal te versterken, ja, dan zou ik zeggen, neem vooral contact op met de Erik. Hij staat er absoluut voor open. Um, vond ik ook nog mooi aan deze podcast van dit gesprek, dat waren de woorden van Auken, uh, waarin hij het had over duurzaamheid. Duurzaamheid is uh, in het Zuid-Afrikaans volhoudbaar. En dat is iets om bij stil te staan. Het is, we zeggen wel sustainable en duurzaamheid. En het klinkt snel en goed. En, maar op het moment dat je dat zo mooi vertaalt naar volhoudbaar. Ja, dan merk je dat iets wat niet duurzaam is, is niet volhoudbaar. En als er dan nog zo'n mooi levensstijl of leefstijl erachteraan kleeft. Hè, dan is het plots niet meer een sustainable lifestyle. Dat heel sexy en shaggy klinkt op een uh, ja, greenwashing quote van de een of andere corporate. Maar nee, een volhoudbare levensstijl. Dat is wat uiteindelijk zal moeten gebeuren en in de hoorden van de, ja, de brede massa zal moeten komen om echt die transitie naar duurzaamheid te maken. Dat is geen makkelijke opdracht. Ik ben heel blij dat we met Team Retail ja, toch ook een klein beetje onze platform mogen bieden om de boodschap, de filosofie, het gedachtegoed verder te verspreiden. Mogelijk zelfs kennismakingen teweeg te brengen in die sector. Zodat we met z'n allen beetje bij beetje, stap voor stap, uh, richting uh, die duurzame fashion gaan. Ik zou zeggen die luisteraars bedankt voor het luisteren. Ik hoop jullie volgende maand opnieuw te horen met een nieuwe podcast. En voor nu, mocht je onze podcast nog niet geliked hebben of nog niet gedeeld hebben met je vrienden of nog niet gereviewd hebben, zou het super fijn vinden mocht je dat willen doen. Dat helpt ons en ons bereik enorm vooruit. Dat gezegd zijnde, rond ik de podcast graag af met een woordje van dank aan de sponsor van deze aflevering. Dat is niemand minder dan Dowit Solutions. Dowit is een Belgisch familiebedrijf die digital signage en digital experience concepten bedenkt, bouwt en plaatst. Bij retailers in binnen- en buitenland. Concepten die inspireren en verbazen en kopen en verkopen makkelijker maken. Meer info vind je op solutions.dobit.com. Dit was hem alweer. Tot een volgende keer. Tot een volgende Team Retail.